Mag ik u soms wat vragen? Jeroen van Gent aangenaam. Mag ik u soms wat vragen over het boek? Gewoon. Nee, ja. Ik wou vragen hoe u zo'n beetje op de ik heb natuurlijk nog niks gelezen, want het is een nieuw boek. Ja? Maar hoe bent u nou op de belangrijkste bewijzen gekomen? U beweert op de titel Moord namens de kroon. Gaat het even goed? Ja, gaat goed. We hebben twee delen in Nederland. De bevolking en de boven ons gestelden, zoals Pim dat zo mooi zijn. En dat is de kroon boven het volk. De kroon maakt alle regeltjes voor ons. En daarom heb ik kroon ook tussen aanhalingstekens gezet en met een vraagteken. Want men denkt allemaal aan een kroontje op het hoofd. Begrijpt u wel? Dus u bedoelt niet het koningshuis? Nee. Okay. Maar heeft het wel over, ik heb een voorpublicatie gelezen over een tweede schutter. Hoe komt hij nou bij aan die bewijzen? Dat komt omdat er twee soorten munitie zijn gevonden. Pim is twee keer in het hoofd geschoten en die kogels zijn er niet uitgekomen. En Volker van de Graaf heeft drie keer op Pim geschoten, twee in de rug en één in de hals. En dat is een ander soort munitie dan in het hoofd is geweest. Want daar heeft men minuscule kleine splintertjes uitgehaald en vergeleken. En dat is uit een andere, dat is andere munitie. Hoe kan het nou dat zeg maar niet bekend is bij een groot publiek? Dat het zo, zeg maar, ja, dat nog ontdekt moet worden? Het publiek weet nog heel veel niet. Er is ontzettend veel onder de mat geveegd en ik wil graag dat dat naar voren komt. Er moet echt gerechtvaardigheid komen. Kunt u nog een paar, ja, misschien markante tipjes oplichten van de sluier? Want uw boek is nog niet gepresenteerd, dat gebeurt zo meteen pas. Maar is er nog iets waarvan u zegt, want het wordt, het is niet live bedoeld, het is... Nou, het is een boek, professor Smalhout schreef het al in zijn column in de Telegraaf. Dat dit boek zo ontzettend veel informatie bevat, dat je moet het eigenlijk lezen, wil je eigenlijk erachter komen wat er precies aan de hand is. Het is een boek van 405 pagina's en daar kun je niet zomaar eventjes over vertellen. Ik heb er zelf 4 jaar over gedaan, dus dat... Dat wilde ik net gaan vragen, hoe lang heeft u er wel niet over gedaan? En hoe komt u nou aan de bronnen dan? Want heeft u dan nog tegenwerking ontvangen of werkte men mee? Men heeft ontzettend meegewerkt, heel erg zelfs. En het is zo geweest dat ik ontzettend veel spullen in huis kreeg toen men merkte dat ik daaraan bezig was. Toen kwam het zomaar de brievenbus allemaal binnen, dus... Het balletje ging vanzelf rollen? Het balletje ging gewoon vanzelf rollen, ja. Komt er dan nog een tweede deel? Dat was ik wel van plan, ja. Maar waar het over gaat, dat blijft nog geheim. Maar ligt het in de logische verlengde, de moord op Fortuyn? Het ligt in het logische verlengde, absoluut, ja. Dank u wel, mevrouw Van Veen. Heel graag gedaan, dank u. Dank u.